Aldo, ik heb hem meteen gezegd dat jij niet wist wat voor iemand Roy was. Dat je hem liet logeren vanwege je angst voor de Marokkaanse jongeren. En voor het geld natuurlijk. En dat je ook niet wist wat er in die doos zat tot ik je gewaarschuwd heb. En ook dat je helemaal niet met de computer overweg kan, maar ze zeggen dat je net gedaan kan hebben alsof dat je tegen mij de hele tijd het toneel speelt. Die ene keer in de 14 dagen dat ik kwam. En intussen zou jij al die tijd dat zo moeilijk geloven. Die doos was trouwens verdwenen. Mevrouw de Wilde, ze houdt niet van Gabriel. Dat is het, sorry. Jij wel, Aldo. Op jouw manier. En ik ook. Of misschien houdt ze wel van Gabriel, maar wil ze ook werken, hè? Ik ook. Mijn hele leven wou ik werken. Ik vind het heerlijk. Maar mijn kinderen verwaarlozen heb ik nooit gedaan. Het is niet daarom dat ze niet meer bij me komen. Het is de schuld van mijn schoondochter die zegt dat ze depressief van me wordt. Als ik daaraan denk, word ik soms zo opstandig. Dan wil ik naar ze toe gaan. Het huis in brand steken en ze allemaal doodschieten. Zo! Ja, doe het niet hoor. Nee, dan neem ik plant die val en dan word ik weer rustig. Natuurlijk. Mevrouw van Borselen, tot zover bedankt. Ik breng haar naar huis. Gekke. Dan mag ik weg en dan wil ik niet. Aldo, hier laat. Doet me gewoon zeer. Ik ken hem zo goed, weet u. Hij is een beetje slap. Dat wel. En soms ook driftig. Als hij denkt dat ik eens dingen wegmaak. Maar verder is hij voor mij altijd heel goed geweest. Als hij dadelijk wat beter is. Stop hem dan alsjeblieft niet in de gevangenis. Dat is niks voor hem. Hij is niet gewend. Wat zou er toch door hem heen gaan? Als ik nou nog ging praten. Aldo! Aldo, zeg maar, hoor je me? Je moet het ze vertellen, alles vertellen. Anders blijf je te denken dat jij ermee te maken hebt. En alvast de beste wensen. Zelf. Man, wanneer ga jij praten?